Een HTML-bestand begint altijd met een HTML-tag. Dit is HTML tussen een minder dan en een meer dan teken. Een HTML-bestand eindigt altijd met een slash HTML-tag. Dit is slash HTML tussen een minder dan en een meer dan teken. Dit betekent dat alles wat tussen de HTML-tag en de slash HTML-tag komt te staan, dat dat herkend wordt als HTML. Het gedeelte wat ik nu selecteer is op elke pagina bijna helemaal gelijk en het dient als de opmaak. Dit zal ik als eerste laten zien. Wat tussen de head en de slash head tags komt te staan, is niet direct zichtbaar op de pagina van de site. Het wordt wel herkend door de browser of door een zoekmachine. Wat tussen de title en de slash title tag komt te staan, dient als titel van de pagina. Dit komt bovenaan het tabblad te staan van de pagina en is voor elke pagina gelijk. De link tag linkt het HTML bestand met een ander bestand waarin extra informatie over, in dit geval de opmaak komt te staan. Hierbij is het soortbestand een stylesheet, het typebestand een tekst css, href is geeft de naam aan van het bestand waarmee gelinkt moet worden. Dat is in dit geval stijl css. Dit is een css bestand waarin de opmaak staat van verschillende HTML tags zoals de body tag. En de UL-tag. Dit zorgt ervoor dat er minder tijd besteed wordt aan de individuele opmaak van de tags. En deze opmaak wordt toegepast aan alle betreffende tags in het HTML-bestand. Dan de body-tag. Alles wat tussen de body-tag en de slash body-tag komt te staan, is zichtbaar op de site. Dat betekent dus alles wat zichtbaar is op de pagina. Staat tussen de body tag. De opmaak van de body tag is gedaan in CSS. Dat betekent dat dit geldt voor alles binnen de zichtbare site. Alles binnen de haakjes achter body is opmaak in CSS. Hierbij betekent Color White Smoke dat de kleur van de tekst de kleur white smoke heeft. Zoals je kunt zien is dit toegepast op alle tekst op de site. De kleur white smoke is net niet helemaal wit. De font family Calibri geeft aan dat het lettertype Calibri is. Zoals je kunt zien is alle tekst op de site het lettertype Calibri. De height geeft aan, die is 100%, dat de pagina van boven naar beneden helemaal bedekt wordt. Margin 0, padding top 0, padding left 0, padding right 0. Dit zijn allemaal waarden voor waar je op de pagina kunt plaatsen. Aangezien deze allemaal 0 zijn, kan er overal op de pagina geplaatst worden. Deze waarden zijn er wel ingelaten voor eventuele experimenten. Background image is de foto van de achtergrond. De achtergrond hebben we gemaakt door de poster te nemen. En daar de twee uh, hoofden uit te knippen en het logo. En die achter een achtergrond te zetten die van donkergrijs naar lichtgrijs gaat. Het origineel uh, is zo dat het logo bij de achtergrond hoort. Maar die hebben we eruit geknipt en bij de pagina uh, ingevoegd. Dit is het logo in de pagina. Dit is zodat hij wanneer je scrolt, scrolt hij mee met de tekst. En de achtergrondhoofden, wanneer je scrolt, die blijven altijd op dezelfde positie. Background attachment is fixed. Dit houdt in dus dat de achtergrond uh, op dezelfde positie blijft wanneer je scrolt. Background repeat, no repeat. Dat betekent dat hij zich niet herhaalt, dat de afbeelding, achtergrondafbeelding maar één keer zichtbaar is. Background position geeft de positie aan tegenover de kanten van de uh, pagina. Deze hebben we erin gelaten doordat het origineel plan was om, aan, om de achtergrond uh, iets meer naar beneden te positioneren, waardoor die uh, tegen uh, de, het menu aan zit. Maar het menu is uh, doorzichtig gemaakt op verzoek van de opdrachtgever. En daardoor is dat niet meer nodig. Uh, background size cover, dat betekent dat de achtergrond altijd de hele pagina de grootte heeft van de hele pagina. Oké, okay, dan nu het menu. Het menu is opgebouwd uit uh, een UL-tag. Dit is een ongeordende lijst met in elke lijstregel een link naar de betreffende pagina href is en dan de uh, link van de pagina. Uh, tussen de link staat de naam van de pagina, dus de overval. Dus als je op deze lijst klikt, dan kom je naar de overval, want dat is een link. Um, het, uh, het is zo opgemaakt als een menu door uh, de lijst. Uh, lijstregel: zorgen dat float left is, dat betekent dat die zich opstelt van links naar rechts, waardoor je een horizontaal menu krijgt. En bij de ongeordende, uh, bij de lijst uh, tag: dat de achtergrondkleur zwart is, dat daarvan de hoogte 60 pixels is, dat de breedte daar 100% is, dat betekent dus dat de achtergrond. Hier zwart is, dat de hoogte van de achtergrond dus hier naar daar 60 pixels is. En dat de wijdheid het hele scherm 100% neemt. Uh, background position is center, betekent dat de achtergrond altijd in het midden blijft van de lijst. Background attachment is fixed, betekent dat de achtergrond waar de lijst zich ook bevindt uh, achter de lijst blijft. Uh, text Alliance Center betekent dat in elke lijstregel de tekst in het midden staat. Padding 0 geeft aan dat de tekst overal in de lijstregel kan staan, maar hij staat dus in het midden. Uh, lijst uh, UL tag A betekent de tekst van de lijst. Daarvan is de kleur, een kleurcode, grijs. Zoals je kunt zien is de kleur van de tekst ook grijs. Padding left en padding right 32 pixels betekent dat hier in de lijstregel altijd aan de rechterkant en aan de linkerkant 32 pixels tussen zitten. Text decoration none, dat betekent dat er geen opmaak is aan de tekst verder. Line height 60 pixels geeft aan dat het menu 60 pixels van boven naar beneden is. Font size 20 pixels geeft aan... Dat het lettertype 20 pixels groot is in het menu, zoals je kan zien is dat zo. Background image uh, lijn uh, URL, lijn PNG. Dit is een achtergrond. Uh, plaatje die we hebben gemaakt. Dit is deze lijn in dezelfde kleur als het lettertype. Dat is een uh, plaatje van 1 pixel breed en ongeveer 20 pixels hoog. Zodat, het, uh, zodat er een soort van achtergrond achter uh, elke. Tekst komt die ervoor zorgt dat er een plaatje aan de linkerkant is, waardoor net lijkt alsof er telkens een lijn tussen zit. Wat zorgt voor een wat meer geordende op, uh, uh, weergave. Background repeat, no repeat, zodat het maar één keer zichtbaar is per uh, lijstregel. Dus hier zie je hier zie je een lijntje en hier zie je een lijntje en hier zie je een lijntje en hier zie je een lijntje. Um, menu. Lijst tekst wanneer met het attribuut hoever, dat betekent dat wanneer de muis over de lijst tekst heen gaat, hoe het er dan uitziet, dan verandert de kleur verandert in de kleurcode zwart, dat is dus het tegenovergestelde van de achtergrond en de achtergrondkleur verandert naar de kleur uh, die de tekst heeft wanneer de muis er niet overheen gaat. Dus de achtergrondkleur wordt dan grijs en de tekst wordt dan zwart zodra je er met de muis overheen gaat. We hebben ervoor gezorgd dat het menu meebeweegt bij het scrollen door een extra uh, ID toe te voegen, genaamd hashtag menu, die dan toegevoegd is aan de UL-tag met ID is menu. Zorgt voor een uh, extra opmaak. Die op een of andere manier niet werkte. Door hem gewoon toe te voegen aan. De UL-opmaak hier. En die opmaak is position fixed. Wat ervoor zorgt dat hij altijd op dezelfde plek blijft. Bovenaan. Ook al scrollen. Uh, margin top is min 1 EM. Het kwam omdat zodra de positie fixed was, ging het menu op een of andere manier een stukje naar beneden. En dit zorgt ervoor dat hij weer goed tegen de bovenkant aan zit. Opacity 0,8. Uh, opacity is zeg maar de, hoe, hoe doorzichtig die is. En bij 1 is hij niet doorzichtig, bij 0 is hij niet zichtbaar. En 0,8 is hij dus een klein beetje doorzichtig. Zoals je kan zien. Wat ervoor zorgt dat telkens wanneer je op een pagina bent, bijvoorbeeld op de personagepagina, dat dan uh, de knop opgelicht is, is, komt om, uh, is niet gedaan in het CSS, maar per pagina waar je op bent, is aan de lijstregel, uh, aan de link, een uh, style, dus een CSS-regel toegevoegd, waarbij de background color uh, grijs is en de tekstkleur zwart. Zodat. Hetzelfde effect geeft als wanneer de muis over de uh, knoppen heen gaat, maar dan laat zien op welke pagina je bent door dat permanent weer te geven. Dit is uh, op elke pagina zo. Zo dus bij het contactpagina. Bij het verhaal. En bij de hoofdpagina. Oké, okay, dat was dus het menu. Nu uh, ga ik laten zien uh, hoe deze twee knoppen de YouTube link. Die je naar de YouTube-site brengt en uh, de Facebook-link die je naar de Facebook-pagina brengt van de overval. Hoe die zijn uh, ingewerkt in elke pagina. Dus in elke pagina staat uh, de deze uh, link-tag. Met uh, de link is http facebook.com/deoverval. Dus en de link zelf is een uh, image met daarbij een Facebook-logo die ik van het internet heb gehaald. Met uh, een wijdheid van 42, een hoogte van 42. En daarbij heb ik een CSS-stel toegevoegd. Die ervoor zorgt dat de positie gefixeerd is. Waardoor die dus net als de achtergrond mee, uh, uh, altijd uh, te zien is wanneer je scrolt. Um, right 2% geeft aan dat hij 2% vanaf de rechterkant van de pagina afgeplaatst uh, uh, is. Bottom 2% geeft u dat hij van de onderkant 2% afgeplaatst is. En uh, dit geldt dan hetzelfde voor YouTube. Behalve dat uh, hij 7% van de rechterkant is afgeplaatst, zodat hij. Mooi naast de Facebook knop komt te staan. Oh ja, en die uh, Alt is geeft alternatieve informatie voor wanneer de gebruiker de foto op een een of andere manier niet kan laden. Daardoor komt er dan Facebook te staan. Of uh, in YouTube's geval YouTube te staan. Uh, dan nu de opmaak van de inhoud van elke pagina. Elke pagina begint met een paragraaf waarin een uh, CSS-stijl uh, is toegevoegd met een margin van 15 pixels, betekent dat er uh, altijd 15 pixels uh, om de paragraaf heen zitten. Uh, padding top 50 pixels, dat is dat, die, uh, dat de paragraaf altijd uh, 50 pixels van de bovenkant af zit. Zodat het logo 50 pixels van de bovenkant af zit. Ehm... Um, Font size 30 pixels, dus uh, alle tekst in de paragraaf zijn 30 pixels. Dan uh, center. Dat zorgt ervoor dat uh, de komende tabel gecentreerd is. In de tabel staan alle tekst. Dit is dus eigenlijk een tabelcel waar hier alle tekst in staat. Die begint met center en eindigt met uh, slash center. Ehm. Um, Dan is, zit daar het logo. Het logo is ook centreer, gecentreerd door die center tag. Um, het logo hebben we dus uit de poster geknipt. Dus tussen het uh, overval.png en alternatieve informatie is logo. Waar de wijdheid van is uh, 569 pixels. En de hoogte is 122 pixels. Dit is 1,5 keer kleiner dan het origineel. Uh, dan BRBR, dat staat voor een. Uh, voor een enter en an een enter. Dus één witregel regel. En dan H1 staat voor headings. En dat is eigenlijk dus een. Uh, kop. Van een pagina. Een titel. En die staat ook in het midden door de center. En dan waar. waar de. waar de werkelijke inhoud in komt. Uh, die per pagina verschillend is. Is een tabel ingemaakt. Met border, dat is een lijn eromheen, die is er dus niet, want waar waarde is 0. Een wijdheid van 600 pixels. En een uh, CSS-stijl toegevoegd met padding-bottom 80 pixels. Zodat de, zodat de tekst nooit helemaal tegen de uh, bodem aankomt van de pagina. Dan, is de tekst, uh, uh, oh, dan wordt er een uh, tabel geopend. Een tabelcel, een horizontale en verticale tabelcel wordt geopend, zodat er één tabelcel wordt geopend. En daarbinnen uh, uh, wordt steeds een paragraaf geopend. En voor bijvoorbeeld uh, een titel wordt de, het lettertype aangepast. Dat plus twee waarden van het lettertype, zodat die plus twee keer zo groot wordt. En dat is de tag font. En dan sluit je af met slash font. En dan is deze tekst. Heeft een waarde van plus twee keer zo groot. En dan een enter. Dat is dus dit. Gewoon een enter. En dan een, de ondertitel is gedaan met font size plus 1. Dus één keertje zo groot als de normale font size. Dus het normale lettertype grootte. En dan uh, wordt er telkens een paragraaf gemaakt waar de tekst in gedaan, en dat wordt dan herhaald. En dat wordt dan geëindigd met, er uh, wordt de paragraaf op het einde geëindigd uh, met slash p, en de tabel wordt ook gesloten met slash p, en tabelcel wordt ook uh, gesloten met slash td en slash tr. Uh, dan laat ik zien hoe de trailers in de trailerpagina uh, zijn gedaan. Daarbij is de kop in de headings de trailers. Dat is weer gecentreerd. Zoals je kunt zien. En uh, omdat deze uh, center uh, tag geldt voor de image, voor de trailer en voor de tabel, maar niet voor wat er in de tabel staat, is voor wanneer de paragraaf geopend is voor uh, de. Titel van de trailer is uh, ook een center tag gebruikt, die center en slash center. Zodat de trailer titel gecentreerd wordt boven de trailer. En ook de trailer zelf is, uh, dit is zeg maar de tag van de trailer. Dat is iframe en dan de uh, breedte en de hoogte. En hier de YouTube link naar de trailer. Afgesloten met slash iframe en... Gecenterd met center en slash center. En dan zit er een enter tussen. En dan is het bij elke trailer hetzelfde. En het wordt ook elke keer hetzelfde afgesloten, elke pagina. En bij de foto's uh, is, het, is het gedaan eigenlijk precies hetzelfde. Alleen dan uh, is de trailer. Uh, trailer tag is veranderd met een image tag. Met daarin de foto. Uh, foto 3: En weer de breedte en de hoogte. En een alternatieve naam voor als de foto niet laat. En hierboven een uh, beschrijving van de foto. Hetzelfde als uh, de beschrijving van de trailer. Boven ook gecentreerd. En dat was eigenlijk alles wat we hebben gebruikt in, bij deze site. Dus. Uh, kan ik eindelijk gaan slapen? Jezus.